Concurrent FC Utrecht komt zaterdagavond op bezoek in Groningen. De FC maakt het in de laatste wedstrijd steeds moeilijker voor zichzelf om de play-offs voor Europees voetbal te halen. 6 punten bedraagt de achterstand op plek 7. Veel concurrenten verspeelden afgelopen weekend punten, waardoor Groningen een goede slag kon slaan tegen het zwalkende Sparta. Dat gebeurde niet en de wedstrijd eindigde in remise. Hierdoor gingen kostbare punten verloren. Ja, nee, we hebben het ervaren eigenlijk als een verlies, omdat je eigenlijk vele malen sterker bent dan Sparta. We waren ook wel wat teleurgesteld, maar anderzijds, als je nog een half uur met 10 man speelt en je haalt er dan nog 2-2 uit, dat is dan ook wel weer een positief puntje. Maar eigenlijk waren we er niet blij mee. Nee. Morgen staat de wedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. Utrecht draait een goed seizoen en staat op de 4e plaats. Niet een wedstrijd die je even makkelijk over de streep trekt. Aan de ene kant, Utrecht speelt natuurlijk wel een ander systeem. We zetten net wat anders druk als andere ploegen. Maar goed, we gaan uit van eigen kracht. En het wordt wel weer eens tijd dat we de eigen 3 punten houden in het Noord-Lee-stadion. Met moeilijke wedstrijden tegen FC Utrecht en daarna tegen Ajax kan het publiek een fijne steun in de rug zijn. Maar de opkomst van het publiek bij de wedstrijden is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Dit is vaak wel belangrijk, helemaal in deze fase. Nou, nee, het is zonde. Het is altijd op punten dat je het even nodig hebt. Dat je aangeschreeuwd wordt en dat je net over het dode punt heen komt. En dat kan ook een kantelpunt zijn in een wedstrijd dat het publiek net achter het team kan staan als ze net 2 corners hebben gekregen. Dat geeft toch wel een gevoel. Een positief gevoel voor ons en een negatief gevoel voor de tegenstander. En, dus dat is zonde. Ze kunnen jou net helpen op het moment dat je het nodig hebt. En daarom zou het mooi zijn als we gewoon een keer een vol stadion hadden in plaats van 13.000 man. FC Groningen begint in een 4-4-2 opstelling tegen de Utrechters. Tommy Jarije vervangt de geschorste Bakuna. Verder staan Mimicevic en Davidson in de basis. De aftrap is om 6:30.